Freya, de leerkracht contrabas op de academie. In dit filmpje leren jullie wat meer over de contrabas. En daarom gaan we op bezoek bij kenners. Hallo, mijn naam is Anna en dit is mijn contrabas. Zoals je kan zien is mijn contrabas een groot instrument. En is heel bijzonder voor mij en is speciaal op mijn maat gemaakt. Sommige mensen denken dat de contrabas gewoon een begeleidingsinstrument is. Maar dat is niet zo. Je kan de contrabas eigenlijk op veel manieren spelen. Klassiek tot jazz en zelf naar populaire muziek. Pizzicato spelen of met de strijkstok. Hallo, ik ben Barnet. Ik speel contrabas. Het is heel leuk om samen te spelen. Hallo, ik ben Jitske. Ik heb contrabas gekozen omdat ik het op dat moment heel leuk vond. En omdat het heel laag klinkt en rustgevend. Dag! Kom maar bij. Dan ga je het heel leuk vinden. Ik heb voor contrabas gekozen omdat ik een instrument wou met een lage klank. En omdat die Freya een keileuke juf is. Het is heel erg cool. Maar opgepast, niet geschikt voor watjes. Thank you.